Koga dood. Oké, okay, there we go. Shit. Oké, okay. Het probleem... Mis, dat ik ben dood door hem nu. Pardon? Wait, hoe ben ik dood gegaan door hem als ik letterlijk hem net heb gekild? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Bed Wars. En mensen, vandaag, je ziet het ook al in alle tags die in beeld zijn gekomen, spelen met de naam Mark Rutte. Oh, 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 oh. Ook waar, ja. Er was heel veel vraag naar waarom, ik heb eigenlijk maar geen idee, maar we gaan er in ieder geval vandaag mee spelen. Heb jij er natuurlijk zin in, klik lekker dat duimpje omhoog aan en als je natuurlijk nieuw bent, abonneer, welkom. En ja mensen, of course, laat vooral natuurlijk weer namen achter in de reacties, wellicht ga ik er wel mee spelen. Voor de mensen ook overigens, de video van vrijdag, die kwam dus om 6 uur 's ochtends online. Die van vandaag komt om 9 uur online, want het is weekend. Vinden we het weer fijn als de video's gewoon weer standaard om 6 uur online komen, de ochtendvideo, of toch liever gewoon om 9 uur? Laat me het even achter in de reacties. Hoewel ik heb natuurlijk al wel heel erg veel reacties gezien over van Duf, zou die weer om 6 uur kunnen, wat ook allemaal. Want hè, om 9 uur ben ik op school of wat dan ook allemaal. Dus mensen, laat dat natuurlijk vooral even achter dan in de reacties, want dan weten ze het ook meteen. En wij gaan natuurlijk ons best doen om vandaag natuurlijk te winnen. Misschien gaat het lukken, you never know. Ik bedoel, ik ben wel de premier van Nederland. Dus ja. En overigens voor de mensen, ja, de reden dat ik deze naam heb gekozen is natuurlijk omdat hij meerdere malen is achtergelaten. Ik zag hem, wat is het, 4 keer volgens mij letterlijk achtergelaten. Ik denk van oké. Mensen willen dit graag. Dus ja, voor de mensen, mocht je nou een naam achterlaten, iemand anders ook achterlaat, misschien is de kans dan groter dat ik met die naam ga spelen. Ik wil niet zeggen dat, maar de kans bestaat, laat ik het zo zeggen. Wij gaan ondertussen, wat gaat het lichtblauw doen? Die heeft wel al een zwaard, ik wil zeggen een zwaard. Gehaald. Ik wou een mix maken tussen een zwaard en een zwoord. Hij heeft een zwaard gehaald. Wil ik gaan voor meer ors of wil ik gaan voor... Ja, nee, ja en nee. Ja en nee. Nee, goed, we pakken even deze diamond mee. En we gaan gewoon die kant op. Hoppatee. Oké, we kunnen nu een gear upgrade doen. Zo, en we kopen ook meteen even deze erbij, want... Meenemen. Het is toch beter dan niks. Ik zag ook over zijn reactie van iemand. Die zei, Duffy, waarom heb je af en toe in één keer een ander beeld? Bijvoorbeeld hè, dat ik ergens aan het bouwen ben en dan opeens ben ik in één keer ergens anders. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat er wordt geknipt in de video. Ja. Omdat ik kan je melden, zoals de game van gisteren bijvoorbeeld, om de laatste persoon te kunnen killen, heb ik heel erg veel moeten bijhalen, moeten bijbouwen, weet ik het allemaal. Oprecht, ja. Waarbij eigenlijk gewoon geen commentaar te leveren valt. En wat op dat moment dus ook helemaal niet leuk is om naar te kijken. En dan moet ik dus de keuze maken om er dus dingen in te gaan knippen. Dus vandaar. Vandaar, mensen. Ik zou geel eraf kunnen... Ja, nee, veel heb ik er niks aan. Ik wil zeggen, ik kan geel eraf schieten, maar daar heb ik helemaal niks aan. We gaan naar Diamond Generator hier naartoe. Dan doen we er denk ik verstandig aan om naar roze te connecten. Vanaf roze kunnen we naar grijs. En dan kunnen we grijs uitschakelen. Want ik denk, als ik heel eerlijk ben, niet dat geel nu naar mij toe komt. Terwijl bed van rood is nu ook... Oké, geel flikkert er letterlijk af. Oh. Even kijken, we hebben dit, nice. Dan kunnen wij nu sharpness halen. There we go. We kunnen een... Weet je wat, we douwen deze gewoon daarin. Dat mag volgens mij. Dan doen we eventjes deze kopen. Hoppatee. Dan kopen wij... TNT, natuurlijk, moeten we niet vergeten. Een gouden appel, een fire charge en nog wat bouwblokken. Zo. En dan gaan wij weer door. Oké. En... Wow, dat bedoel ik dus. Ik schrik me helemaal de pleuris, man. Holy freaking hell. Oké, there we go. We hebben hem kapot. Maar what the freaking hell. Ik schrok me helemaal kapot. Ik had niet door dat hij al op dit eiland was, joh. Damn it. Damn. Oké, maakt niet uit. We eten nog even een gouden appel. Komt hij naar mij toe? Waarschijnlijk wel, right? Ja, maar dan wil ik wel even iets tegen gaan doen als ik heel eerlijk ben. Namelijk dit zo. En die zag hij op tijd aankomen. Oké, hij zag hem aankomen. Ik bedoel, sure thing. Kunnen we ook niks aan doen. Moeten we beter schieten. Zo maar te zeggen. Hè? Goed. Hij komt er weer aan. Hij heeft net als mij charms en protection. Dus dat is best wel... Ah, hij valt damage gepakt. Dat vindt hij kut. Nee. Ik wil er niet af nu. Jij moet eraf. Ik niet. Koga dood. Oké, there we go. Shit. Oké. Het probleem... Mis, dat ik ben dood door hem nu. Pardon? Oh,
Wait, hoe ben ik doodgegaan door hem als ik letterlijk hem net heb gekild? Wait a second, mensen. Schoot ik net mijn fire charge again? Ja. Heb ik dat weer gedaan? Ja. Hou op, hoor. Hou op. Dat ga je niet menen. Waarschijnlijk wel. Oh my fucking god. Ik word daar zo moe van, mensen. Mensen, een tipje voor als je Bedwars speelt. Heb nooit, maar dan ook echt nooit, een fire charge op spot 2 staan. Nooit. Levensgevaarlijk. Je verliest altijd je fire charge door. Op een of andere vage reden. Het is echt heel erg stom. Dan ben je echt een dommerd. Al een echte kleine dommerd. Oké, heel erg stom. Goed. We moeten dus nog nu naar Grijs toe, want Grijs kan zijn nog respawnen. Maar dit slaat echt helemaal nergens op. Hier kan ik ook heel slecht tegen. Ik ging gewoon dood voor freaking saus. We kunnen nu wel protection erbij kopen, dus dat is wel lekker. Maar ja, heb ik er nu wat aan? Dat is natuurlijk ook de vraag. Wat heeft hij eigenlijk bij zich? Ik heb werkelijk geen idee. There we go. Protection erbij. Nice. Heb je nog wat spullen allemaal liggen? Your bed... Oh, what the hell? Fucking rood heeft nu gewoon mijn bed gesloopt. Are you kidding me? Oh, shit. Nee. Mensen, ik ben hier zo ontierlijk hard genaaid. Op dit moment. Ik bedoel, mijn bed wordt gesloopt, sure. Dat hoort er eenmaal bij. Maar dat we dood gingen weer. Fucking Hypixel. Mensen, we gaan het gewoon lekker nog een keer proberen. Op naar de volgende game. Goed mensen, ben ik weer in een nieuwe game. Kijken natuurlijk of wij er hier wel een win van kunnen maken. Met natuurlijk deze nickname. En hopelijk worden we niet genaaid door Hypixel dit keer. Want laten we eerlijk zijn mensen. Mijn dood met de fire charge daar die ik een soort van op mezelf schoot was wel heel erg naar en tegelijkertijd ook best wel sneu, als ik heel eerlijk ben. Maar hey, part of the game, kan iedereen overkomen, denk ik dan maar weer. En dan, ja, dat dus. Never mind. Er komt iemand in je back, buddy. Er komt iemand in je back, buddy. Buddy, er komt iemand in je back. Buddy. Ik heb je gewaarschuwd, er komt iemand in je back. Of iemand gaat nu je bed slopen, dat kan ook. Wacht, die persoon komt niet. For real? Oh god. Heb ik dit weer? Nee. Ja, jawel. Oh, fuck. Oké. Bed is kapot. Maakt niet uit, mensen. We still got this. Denk ik, tenminste hoop ik. Ik heb natuurlijk nu ook al mijn diamonds ingeleverd. Dat is wel pretty fucked up. Oké, wat ik zou kunnen doen. Kijk, ik heb nog helemaal geen gear en niks, weet je wel. Maar als ik er nu voor kan zorgen dat ik op zijn minst emeralds heb, dan heb ik tenminste iets. En dan kan ik daar weer iets mee doen, laat ik het zo zeggen. Goed, we hebben in ieder geval nu 4 emeralds. Ik ga nu eerst terug, want ik moet nu gear hebben. Maar, oh, for fuck's sake. Ah, shit, daar komt wit ook al aan. Ah, boy, nee. Kleine dommerd. Oh, kom op. Laat mij als je... Oké, ik moet er met hem het gevecht aan, right? Nee, wacht, hij is daar nu. Oh, shit, ik kan hier geen kant op. Lol. Oké, dit is kloten. Hij is low. Kom op, deze kan ik aan. There we go. Fuck off. Laat mij lekker eens eventjes mijn ding doen, joh. Gek. Laat mij eens gewoon eens even lekker mijn ding doen, joh. Crimineeltje. Goed mensen, ik heb een flinke upgrade gedaan qua spullen en items en weet ik het allemaal. Dus we gaan nou eens even kijken of we het ook in praktijk in werking kunnen stellen natuurlijk. En daar moeten we beginnen met jou in elkaar te rossen. Weet je wat, ga inderdaad maar gewoon anders hoppatee. Doeg. Het heeft hem namelijk weer heel veel tijd gekost. Waardoor ik nu weer deze hier kan zetten. We zien hier even geen ene pepernoot. Kom op. En maar we kunnen nu wel zijn bed slopen, right? There we go, zijn bed is kapot. Hoppatee. En ik moet hier nu weg. Oef, oké dan. We leven nog. We hebben in ieder geval zijn bed kunnen stoppen. En nou is het enige wat we hoeven doen is natuurlijk hem te stoppen. Wat we natuurlijk ons best voor gaan doen. Hoi, jammer joh. En nou ben ik hier, hoi. Nou moet ik jou hier zien te stoppen. Kom op. And there we go. Hoppatee. Oké dan. Oké, we kunnen nog winnen mensen. Rood moet nog worden gestopt omdat hij nog kan worden respawnen. Omdat hij nog kan respawnen. En de rest is eigenlijk vrijwel done. Dus... Dat kan wel eens even heel lekker gaan worden. We kunnen dit even allemaal erbij kopen. Zo, dan kopen we ook. Nee, we doen het even zo. Want ik ben anders bang dat ik weer TNT ga plaatsen. We kopen die erbij. Hoppatee. En we gaan freaking door. Nou, ziet het er naar uit, mensen, dat letterlijk rood niet eens op zijn eigen eiland is. Dat ik gewoon hier freeze een bed kan slopen. Kleine dommerd. Oké, sure. I mean, dan slopen we lekker een bed. Dit is... Ik had dit niet verwacht. Goed, we kunnen door, mensen. We hoeven alleen nog maar rood nu ook te killen. En we hebben gewoon die game gewonnen. Dus dat gaat in ieder geval lekker. We kunnen deze nog even erbij kopen. Doe niet even zo, hoppatee. Op zoek naar rood, hoewel we zien hem al. Dus dit gaat leuk worden. Hij is nog druk bezig met emeralds te verzamelen. Wat je natuurlijk mag en kan doen. Ik weet alleen niet of het verstandig is om te doen. Want ik weet ook niet of je ze nog nodig gaat hebben. Hij staat er letterlijk nu AFK. What the hell? Rood, are you sure?
heeft geen knockback? Oh, ik denk dat hij is gedeceed. Ik denk dat hij oprecht is gedeceed, mensen. Dan gaan we laten ontploffen met TNT. There we go. In 3, 2, 1, mensen. Een explosief einde. Hoppatee. We hebben de game gewonnen. Hij zegt gewoon GG. Ik weet niet. Maar I was doing something rude. Je moet gewoon niet stil zijn in de game. Plus jij hebt geen knockback. Dat is rude. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het allemaal dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. Laat vooral ook een naam achter in de reacties waar ik mee moet spelen. En mensen, tot de volgende keer.